Bolstar. Vandaag is het hier in België Moederdag. Ik weet niet of het in Nederland ook Moederdag is. Maar zoals we weten, mijn mama ligt op het kerkhof, dus kunnen we niet heel veel doen rond Moederdag. Ja, denk ik niet dat we iets speciaals gaan doen. Gaan wij gewoon buiten liggen en straks iets eten. Dat zou ook gewoon heel speciaal zijn, want jij bent helemaal alleen als we zeggen. Het is nog deze barbecue. Morgen is het weer schooltijd voor Enzo, dus ja, veel valt er niet te doen. Helaas. Was het gisteren nog wel leuk op de kermis. Ik heb niet gefilmd, want het kei druk was. Heb ik niet de moeite genomen om te filmen. Dus, maar wel leuk dat heel veel fans waren die mij zagen. Die zeiden van, ah, maak ik de foto? Maak ik dit, maak ik dat? Dat vond ik echt super leuk. Dus ik ga heel graag met de mensen op de foto. Het was ook leuk op de open deur, dat hebben jullie kunnen zien. Ja, het was echt wel tof. Zo. Echt leuk zo is het.
ga nog eventjes wandelen. En dat is al wat we gaan doen vandaag nog. We dachten nog de mol kijken. Dus wie is de mol? Wie zou het zijn? Ik zou het niet weten. Dus je weet het nooit wie de mol is. En wat is eventjes. De zon gaat onder een kusje, maar wij gaan toch eventjes wandelen en chillen. Als het koud is het ook weer niet, hè? Dus dan gaan we nog mensen spelen. Dus ik heb nog heel veel te doen. Dus ik ga straks doen. Dus leuk om weer eens buiten te komen. Nu is het niet zo warm. Vanmiddag was het heel warm en de zon. Ik heb daar even gelegen. Dus morgen weer actie. Morgen gaan we weer met de actie doen. Dus, maar het is er wel. Ja, mijn broer belde mij en zei, ja, het is kei druk op de Warawiso Hap Festival, of hoe noemt dat, is het heel druk, dus daar gaan we niet naartoe. Dus, ja, mensen kijken me altijd aan als ik aan het vloggen ben. Wat doet hij nu? Ja, veel mensen weten ook niet wat ik aan het doen ben, dus dan is dat voor hun. Maar wat doet hij nu? Maar, ik doe het normaal, denk ik. De zon aan het ondergaan daar. De zon... Dus, dat is wel leuk. Straks toch, ja. Want dan ga ik straks bellen, zeg. Het is echt wel... mooi, ja, groene natuur. Je voelt echt de zomervibes eigenlijk, ondanks dat je gewoon thuis zit. Dus, morgen moeten we de klok zeker goed in het oog houden. We zijn te laat morgen. Ik ken dat zo, hè. Dat is weer een nieuw ding dat je moet doen. En dat gaat waarschijnlijk van de eerste keer goed lopen. Hier zijn we in dat natuurgebied. Waar we altijd lopen. Kijk. Mooi. Het gras. Is aan het groeien. Ik vlog gewoon wat ik doe. Doe ik niks, dan vlog ik niks. Mensen, dat is makkelijk omdat je dan echt een kind hebt of van alles doet. Dat is dat kind ineens. Het is een beetje saai. Kijk. Je mag de vogels niet voeden, maar het wordt wel gedaan. Kijk. Die zal gaan slapen zijn buiten die vogels. Kijk. Er is dan nog een eend aan de partij. Het water kan iets beter. Is niet om te zeggen proper. Maar ja. Goed voor mij. Daar is wel nog een eend. Watermolen. Dan is het zo droog. De rest gaat het wel. Kijk. Hoe mooi de natuur kan zijn. Ook die bomen trouwens. Als je die bomen ziet. Is echt, echt prachtig. Heel boterbloemetjes. Die hier staan. Het is echt mooi.
We gaan daar op de bank zitten en daar gaan we ze eventjes bellen. Zo. Ik heb zo'n pleintje om te spelen, kom ik heel vaak met Enzo de voetbal of in de speelkamer zitten. Hier gaan we op deze bank gaan we namelijk zitten en ja, bellen. We gaan eens proberen ze oppakken. Dat is het eerste dat je moet doen. Als je de mensen wilt wel of ze oppakken, want als ze niet oppakken, dan is het niks aan natuurlijk. Hè. Dan gaan we ze. Ik hoor dat in mijn oor. Zie je die oor dat niet als ze oppakt? Ik vind dat grappig. Jullie merken dat dus niet. Het is hier wel mooi. Jullie dit een leuke video, zie ik een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.